En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Al 65 jaar bestaat het al, het Sneevlietcomité. Wat is dat voor een comité? Wat doet dit comité? En waarom doen ze het? In de studio deze nacht heb ik Ger Groeneboom van Tol. Welkom in de uitzending. Graag gedaan. Het Sneevlietcomité. Wat is dat voor een comité? Het is een herdenkingscomité. Het heeft de naam van Sneevliet, maar eigenlijk gaat het om veel meer, om een veel grotere groep. Het is een groep mensen die dus voor de oorlog lid waren van de OSP, Onafhankelijk Socialistische Partij, een afscheiding van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP. En zij zagen het gevaar van Hitler eigenlijk al een aantal jaren voor de oorlog. En in 1940 zijn ze eigenlijk gelijk al ondergronds gegaan, omdat ze wisten dat zij dus gewoon tegenstanders waren van het fascistische regime van Hitler. Ja, en daar zaten ook Rotterdammers in, hè? Er zaten ook Rotterdammers in, onder andere Ab Menist. Ab Menist heeft nog in Rotterdam in de gemeenteraad gezeten en ook in Zuid-Holland in de Staten. En Dolleman en nou ja, nog enkele anderen. Het was gewoon een landelijke groep, want er zaten ook mensen uit Enschede en zo. Dus het was een landelijke groep. En er zijn uiteindelijk 10 mensen, ik moet eigenlijk eerst vertellen dus dat ze dus eigenlijk al heel snel in het begin van de oorlog zijn ze opgepakt. Men zegt door verraad, maar dat is nooit helemaal duidelijk geworden hoe dat precies zat. Maar waarom werden ze opgepakt? Omdat ze dus probeerden dus propaganda tegen Hitler rond te brengen. Ze werden eigenlijk al gelijk door Hitler gezien als een groep mensen die tegen zijn regime waren. Dus zij waren eigenlijk al gelijk de vijanden van de fascisten. Ja, en ze zijn eigenlijk al heel snel opgepakt in 1942. Ja. Wat is er toen gebeurd? Ze zijn toen in eerste instantie naar kamp Vught gebracht. En daar is een soort rechtspraak geweest. En toen werd doodstraf over ze uitgesproken. En toen zijn ze, want ze waren politieke gevangenen. En ze zijn toen van kamp Vught uiteindelijk naar kamp Amersfoort overgebracht. En daar hebben ze 1 nacht met elkaar mochten ze bij elkaar in de cel. Dat was hun dodencel. Daar hebben ze met elkaar de internationale gezongen. En de volgende ochtend zijn ze dus gefusilleerd. Maar waren ze ook echt een gevaar voor het Duitse regime? Ze waren natuurlijk linkse, radicaal linkse socialisten, communisten. Activisten ook. Activisten ook, ja. Wat hebben die mensen voor ogen gehad in hun strijd tegen het regime? Want sommige groepen die zijn bekend vooral omdat ze voedselbonnen hebben gestolen of Duitse soldaten hebben neergeschoten. Wat deed deze groep van Sneevliet? Nou, zij verzetten zich gewoon tegen alles wat tegen die jodenvervolging. Dus waren ze heel tegen. Er zaten ook een aantal mensen die Joodse verbindingen hadden. Of zelf Jood waren. En ze waren dus voor de oorlog al erg radicaal. En ze wilden dus gewoon doorgaan met hun activiteiten. Dus tegen het. Dus eigenlijk waren ze ook al tegen de Nederlandse regering. Waren ze al activistisch bezig. En ze wilden dus gewoon doorgaan. En dat kon dus niet. Nu is er een comité die Sneevliet en zijn groep herdenkt. Waarom wordt dat nog steeds gedaan? Het is, laat ik eens zeggen, het is geen politiek comité. Het is nu gewoon een herdenkingscomité. Dus na de oorlog is er dus besloten door de nabestaanden, niet alleen de familie, maar ook de nabestaanden van hun groepering, om ze gezamenlijk in een makkengraf te krijgen. Ze waren in Amersfoort begraven, ze zijn daar opgegraven, ze zijn uiteindelijk gecremeerd. En die urnen die zijn met een hele mooie manifestatie, waar heel honderden mensen bij waren, zijn ze uiteindelijk bij elkaar, die urnen bij elkaar geplaatst op de Juist Westerveld. Dat is in 1947 gebeurd. En toen was er toch later behoefte om deze mensen te herdenken. En toen is er besloten om daar een monument te plaatsen.
En er is een mooi monument geplaatst. En de eerste jaren waren er natuurlijk nog heel veel familieleden. De vrouwen van die mannen leefden nog allemaal. Hun zonen, dochters. En er was dus, waren hele grote herdenkingen. Toen op een gegeven moment is er besloten om in ieder geval door te gaan totdat de laatste nabestaanden er niet meer zouden zijn. Maar langzamerhand is er toch weer een nieuwe groep mensen bijgekomen. Die dus heel veel van die oudere nabestaanden zijn inderdaad overleden. Maar er komen steeds weer nieuwe mensen bij die toch gegrepen zijn door die idealen van die mensen van toen. En ja, die eigenlijk diezelfde idealen, misschien op een andere manier, maar toch ook dezelfde idealen een beetje hebben. Goed, na de muziek praten we verder. Mooie muziek op Radio Rijnmond, 93.4 FM. Ik praat deze nacht verder met Ger Groeneboom van Tol van het Sneevlietcomité. We hebben het zojuist gehad over de geschiedenis van Sneevliet en zijn kameraden voor en in de Tweede Wereldoorlog in hun strijd tegen het fascisme. Maar er is ook een toekomst. Ik begrijp dat er sinds enige tijd ook belangstelling is vanuit China voor de Sneevlietherdenking. Hoe komt dat? Sneevliet is dus in de jaren 20, 30, zo tussen 20 en 30, was hij een internationaal socialist, communist. En toen zat hij in de Comintern, daar was hij voor Moskou. En vanuit Moskou is hij toen naar China overgeplaatst en daar moest hij helpen om daar de communistische partij op te zetten. Dat is niet de communistische partij die er nu is, maar in ieder geval een beginpartij. En hij is daarbij aanwezig geweest. In Shanghai is er een gemeentemuseum. En daar is nog een wassen beeldengroep waarin Sneevliet, nou ja, ook in die groep voorkomt naast Mao. Later heeft Sneevliet zich verzet tegen en tegen Mao en tegen Stalin. Hij was het met hun ideeën niet eens en hij is eigenlijk nooit meer terug in China geweest. En later is Sneevliet ook in China eigenlijk min of meer doodgezwegen, want ze wilden eigenlijk niets meer met zijn ideeën te maken hebben. Tot 20 jaar geleden ongeveer, toen is er een groep gekomen die wilde hem rehabiliteren. En toen is er een, toevallige wijze is professor Li Yuxin, die kwam, een vrouwelijke historica, die kwam naar Den Haag eigenlijk voor informatie over Sneevliet. En nou ja, die kwam toevallig toen in aanraking met het Sneevliet-comité. En ze was toen bij de herdenking van het 50-jarig bestaan. Het was allemaal heel toevallig, was niks geregeld of zo, maar dat is zo gekomen. En sindsdien is de belangstelling uit China voor Sneevliet. Ze willen weten waar hij gewoond heeft en waar hij ook de Fusilladeplaats heeft bezocht in Amersfoort en in Vught. Ja. Zijn ze geweest. Dus ja. Wonderlijk. Ja, heel wonderlijk. Ja. Ja. Wat is nu de bedoeling van de Sneevlietcomité voor de komende jaren? Wat wil men doen? Wat wil men bereiken? Nou ja, eigenlijk alleen maar de herdenking om toch die idealen van die mensen van toen toch nog een beetje levend te houden. En ik bedoel, er zijn natuurlijk nog een heleboel mensen, ook in Nederland, toch die een beetje diezelfde idealen hebben. Dus eigenlijk om dat een beetje te bewaren eigenlijk. Maar ook om de strijd tegen het fascisme te blijven promoten? Sowieso wil iedereen, is de mensen die naar die herdenkingen komen, willen inderdaad wel dat antifascisme warm houden. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Sneevlietcomité? We hebben sinds kort, nog niet zo heel erg lang, hebben we een website. En dat is www.sneevlietherdenking.nl. www.sneevlietherdenking.nl. Er is een jaarlijkse herdenking. Wanneer is dat? Dit jaar is de herdenking op zondag 14 april. En dan vanaf 10 uur staat daar de koffie klaar in het Petit Café van de begraafplaats Westerveld. Van Driehuis Westerveld. Goed.
Maar ik zeg nogmaals, het is geen politieke groepering of een politiek. Het is een herdenkingscomité. Het Sneeuwlied Herdenkingscomité stuurt ook altijd een afvaardiging op 25 februari naar Amsterdam. Naar de herdenking van de februaristaking. En daar worden ook altijd bloemen door het Sneeuwlied Herdenkingscomité neergelegd. Waarvan akte. Dank u wel. Graag gedaan.